ik maak me gewoon zorgen over het feit dat 15% van de kinderen op dit moment niet nooit buitenspeelt. Dat ze altijd maar binnen zitten of verplicht alleen maar naar een bepaald sport te gaan waar ze moeten presteren. Je moet kampioen worden, je moet heel goed worden, je moet het eerste halen. Kinderen moeten zoveel. En laat de ouders nou eens een keertje ook die rem ervan afgooien. Stop nou eens een keer met het gezeur over de CITO-scores en over zo hoog mogelijk theoretische vakken kunnen leren. Geniet ook van kinderen die heel erg goed zijn met hun handen. Kinderen die in praktijkonderwijs naar school gaan, omdat ze gewoon met hun handen gewoon hartstikke in trend zijn, zijn ook hartstikke waardevol voor onze samenleving. Ik streef naar een inclusieve samenleving waarin ieder mens, ieder kind zichzelf kan en mag zijn. Of je nou een beperking hebt of niet, of je ouders uit Suriname komen of waar ze dan ook vandaan komen, ieder mens hoort er volwaardig bij. Spelende wijs kunnen de verschillen tussen mensen kunnen we opheffen. Iedereen is spelende wijs gelijkwaardig en gelijk aan elkaar. Voor mij is het ook echt een recht doen als we echt alle kinderen, of ze nou een beperking hebben of niet, de gelegenheid kunnen geven om te kunnen spelen en kunnen genieten van hun jeugd. Dat is voor mij recht doen.